Het was slecht weer vandaag. De stranden waren leeg en door de regen en wind raakten verschillende evenementen in de problemen. In Bruinisse bijvoorbeeld, waar de jaarlijkse visserijdagen van start zijn gegaan. Er waren nauwelijks mensen, maar de organisatie blijft optimistisch. En we zetten hier het feest gewoon door. Ik heb vandaag bij de opening gezegd, we blijven net zo lang doorgaan totdat het mooi weer komt. Zo'n instelling hadden ze in Middelburg niet. De eerste folkloristische dag van het jaar werd begin van de middag al afgelast. De overdekte attracties deden wel goede zaken, zoals hier in zwembad Scheldorado in Terneuzen. Een kapotte vrachtwagen was de oorzaak van een grote opstopping in de Westerschelde-tunnel richting Walcheren. Ruim 2 uur lang was de tunnel dicht en dat leidde tot een file van 7 kilometer lang. De veerboot voor fietsers en voetgangers tussen Vlissingen en Breskens zal vanaf 5 september 1 keer per dag extra varen. Speciaal voor de forensen. Die bij onder andere daar met Shipyard werken, komt er een extra afvaart om 6:48, 12 minuten voor 7, zodat ze niet te lang onderweg zijn en betere aansluiting hebben op hun eigen werktijden. Het mooie plan om met 1000 Zeeuwen in dit t-shirt Johnny Hogeland in Parijs te verwelkomen, gaat niet door. De wielrenner heeft er geen trek in. Als iemand niet wil, dan wil hij niet. Dan houdt het op en dan gaan we over naar de orde van de dag. De actie was opgezet door zorgcentrum Zorgzaam in Terneuzen. Het was ook de bedoeling dat het shirt verkocht zou gaan worden. Ja, wat gaat u nu doen? Want u heeft het 1000 laten drukken. Vanavond gewoon aardappels, groenten en vlees eten en morgen gezond weer op. Naast zijn eigen t-shirt raakte Johnny Hogeland ook al zijn eigen bolletjestrui kwijt vandaag. Vanavond en vannacht blijft het nog hard regenen en waaien, maar morgen kan gelukkig de paraplu weer de kast in. Het wordt dan vrij zonnig en ongeveer 19 graden.